Wil je je even voorstellen? Ja, ik ben Jasja. Ik kom uit Amsterdam. Oorspronkelijk, maar nu woon ik 13 jaar in Zuid-Limburg, in Epe. En sinds 2 jaar geleden ben ik afgestudeerd op de Kunstacademie. En nu ben ik zelfstandig kunstenaar geworden. Dus ik doe heel veel tekenen en schilderen. En naast dat ik heel graag doe tekenen en schilderen, ben ik ook heel graag buiten in de natuur. En aangezien Epe best wel heel erg mooi is, ook qua natuur en zo, raak ik er heel erg door geïnspireerd. En daarvoor heb ik dus deze kunstwerken gemaakt met het thema van mijn omgeving. Uw kunstwerken zijn op hout gemaakt. Is daar een speciale reden voor? Hout is een natuurlijke materiaal en het heeft veel nerven en oneenigheidjes. En ik vind dat meer karakter hebben dan op canvas. En daarbij, mijn schilderijen beelden ook natuur uit en dieren. En ik wil ook dat het canvas zeg maar ook die robuustigheid en die stoerheid ook uitstraalt. Net zoals ook Zuid-Limburg, een beetje Bourgondisch is en boers en... Ja, ik denk dat het beter is dan op bijvoorbeeld eikenhout of op een normaal doek of zo. Dat zou veel te braaf zijn. En steigerhout is lekker ruig. Ja. En waar zijn deze schilderijen te bewonderen? Deze expositie is in Quartier Geleen. Dat is naast Jan Linders op de markt in Geleen Centrum. Van 12 tot 4 uur, donderdag, vrijdag en zaterdag. Als mensen meer informatie willen hebben, is er dan een website die ze kunnen bezoeken? Op www.studiojasja.com. En ook heb ik Facebook en Instagram. En die kun je ook vinden op Studio Jasja. En Jasja schrijf je met Griekse I, A-S-J-A.